De Utrechtse bevolking heeft op simpele wijze kennis kunnen maken met de grote waarde van goede tandverzorging. Wie de moeite nam om even stil te blijven staan, kreeg precies gedemonstreerd hoe men de tanden moet poetsen om te voorkomen dat er voedselresten achterblijven die het gebit aantasten. De jonge mensen die de demonstraties gaven weten waarover ze spreken, omdat ze als studenten in de tandheelkunde dagelijks met de gevolgen van slechte tandverzorging in aanraking komen. De toestand in Nederland is bedroevend. Een groot deel van de schoolgaande jeugd heeft al een sterk aangetast gebit. De Utrechtse tandheelkundige studenten hebben nu een actie gevoerd waarbij 11.000 schoolkinderen een tandenborstel en pasta kregen en les in tanden poetsen. Nou, moet je altijd zo poetsen dat je met de richting meepoetst waarin je tanden groeien. Dat gaan we allemaal even proberen. Je voortanden goed poetsen. Hè? En wat ga je dan doen als je klaar bent met borstel? Ga je spoelen, hè? Om dat laatste restje vuil los te maken. Dankzij de schooltandverzorging worden veel slechte gebitten tijdig ontdekt, zodat er kan worden ingegrepen. Vaak blijkt dan dat het blijvende gebit is gaan rotten, doordat tevoren het melkgebit al was aangetast en verwaarloosd. Er zijn nog andere oorzaken voor een slecht gebit. Eén daarvan is langdurig duimzuigen dat tot ernstige vervorming kan leiden. Tijdige hulp kan voorkomen dat kinderen al op hun 16e met een kunstgebit rondlopen, zoals maar al te vaak het geval is. Goede tandverzorging, betere voedingsgewoonten en minder snoepen zullen het tandbederf aanzienlijk kunnen inperken. De